Ja, nou, dan weten jullie dat ook weer, lieve vrienden. Ze is niet lief, nee. En Karen aan de telefoon, Elwing is wel lief, maar Rijka is niet lief. Dus ja, die is nou de mand ingekropen. De legtroep op de grond van de naaimachine. Hij loopt er af. Dat vind ik niet zo fijn. Ja, lieve vrienden, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Het is vandaag alweer woensdag. Ja, woensdag is het. De eerste van de derde, dus het is maart. Ja, we gaan nu weer naar 3 maart toe. Ja, en dat is voor mij ook wel een rare dag. Maar het maakt even nou niet uit. Het is de eerste van de derde 2023. En we leven al om 15:53. Ik ben al met de hondjes uit geweest en ik zou eigenlijk buiten ergens somewhere mijn dag openen, mijn vlog met jullie. Maar het was mij te koud om mijn handschoenen uit te doen, et cetera. En ja, het lukte gewoon niet, nee. En ook te veel honden op straat, dat ja. Daar hebben hun dan meer oog voor dan voor het vrouwtje, want die andere hondjes die vind ik zo lief, hè. Maar er zijn mensen die hun hondjes, ze zien er dan wel lief uit, maar er liepen er ook 2 bij. Die hondjes zien er heel lief uit, heel mooie beestjes, maar de baasjes die erbij lopen zijn niet lief en ook niet mooi van binnen. En die, ja, die schoppen hun honden, je slaat het er wel in en er niet uit. Dus die hondjes zijn fel en gemeen. En wat ze voor hun bekkie krijgen, dat pakken ze. Dus ja, daar laat ik mijn hondjes er niet naartoe. Nee. Dat gebeurt niet. Bennen er 2 en dan komt ze sporadisch tegen. Ja, en nou toevallig allebei. Ja, dan heet je dat. Dus ja, ik ken ze ook verder niet hoor. Nee. Maar oké, lieve vrienden. Ik ben met mijn koffie bezig. Dus ja, ik neem jullie even mee naar de keuken. En ik heb wat in mijn hand. Ik moet gelijk weggooien. En ik heb er later ook nog niet op zijn plek, want ik heb ruimte gemaakt voor mijn naaimachine. Ja, ook dat. Ook dat nog. Nou, dat even weg. En dan koffie. Lekker bakje koffie. Hoppata. Ja, voilà. Koffie. Dan zal ik jullie even op de salontafel nemen, want dan kan ik even die naaimachine pakken. En zien dat ik die op tafel krijg. Ja. Ik moet even ruimte maken. In eerste instantie. Die weg. Doen jullie even normaal? Nee. Dat wil je ook niet, Rijka. Niet lief wat je doet. Wil je nog wat lekkers hebben? Kan het niet, ja? Denk erom. Ja? Dan moet ik die stoel even naar boven zetten. Wat denk erbij? Hey. Ja, want ik moet eerst de halve kast weer halen. Ook dat nog. Ga eens even weg, stel dat je nieuwsgierige aasjes. Jeetje, ga jij ook eens even weg. Allebei. Weg, weg, weg. Ja? Dikke me. Ja, op 3. Zo. Zo. Oh, de Maria, kom je. Ja, miauw. Eens de halve kast leeg zien te krijgen voordat je de naaimachine eruit kan halen.
Ja. Zo. 1, 2, 3. Dan staat hij op slot. Dan moet ik omdraaien. Stoel omhoog. En dan zien jullie, geloof ik, denk ik, nou nog niks. Door die stoel. De zeemeeuwen. Ook dat nog eens een keer. En die gouden skaar in. Oh. Hi, schat. Hi, hoe gaat ie? Nou ja, druk bezig. Want ik was net bezig de naaimachine op tafel te krijgen. Van mijn bakje met alle spoeltjes, pootjes enzovoort er vanaf en open op de grond. Dus ja, ik kom rapen. En hey, twee nieuwsgierige honden om je heen te hangen. En hey, nog een kat in de hal te blaren. Terwijl je aan het vloggen bent allemaal. Ja, gaat goed hier, maar niet heus. Ja. 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 Is er een sollicitatie gedaan? Wacht even, ik ken dat op de vlog, want ik heb die camera. Ja, dan ga ik eerst mijn stoel naar beneden doen. Nee, Rijka, je bent vervelend aan het doen. We zijn net thuis. Vind je zo nou niet lief? Ja, nou, dan weten jullie dat ook weer, lieve vrienden. Ze is niet lief, nee. En Karen aan de telefoon. Elwing is wel lief, maar Rijka is niet lief. Dus ja, die is nou de mand ingekropen. De legtroep op de grond van de naaimachine. Ja, nou. Lekker dan. De hele boel over de huisjes. Maar ja, komt wel weer goed. Ik ga zo dus met Mirek aan de gang. En straks haal ik jullie er wel weer even bij. Nu even privé. Ja, en zoals jullie zien was ik al reeds bezig. Ik denk, maar ik haal jullie maar even weer even erbij. En even op een ander statief. Dus we gaan even weer verder ruttelen. Zal ik zo zeggen. Ik zeg dat altijd zo, ruttelen. Ja. Goed willen wat ik wil. Hij loopt eraf. Dat vind ik niet zo fijn. Oh, het valt wel mee. Kijk, en ik naai gewoon over de velden heen, hè? Hola. Ja. En af en toe haal ik ze weer verder uit. Speldenbakkie, heb het daar. Ja. En dan heb ik er hier weer eentje over dwars zitten. Die moet ik eerst uithalen voordat ik verder ga. Ho. Deze. Ja.
Dus ja, dat dus. Bij de hoeken, daar is het een hoop gepriegel. Ja, ook dat nog. En ik hoor buiten een hoop lawaai en weinig lol. Zo, die moet even zo. Dus ja. Gaan we. Ja, kom op. Ik naai wel recht hoor jongens, dat ik jullie dat wel even weten. Ik ga wel dit doen, maar het is van de glibberstof. Oh. Oh. Dus ja, dat dus. En dan gaan we zo helemaal de rondte in. Dan moet ik er weer eentje eruit halen. Dan kan die er ook gelijk uit. Dan moet ik er weer een eruit halen. En die zet ik er even op een andere manier erin. Jij gaat daarom erin. Ik kan er amper bij, ik zie het amper. Door het licht. Zo. Die. Hup. Ja, gaat even een beetje moeilijk dat gepriegel, hè. Dat moet je het ook nog kunnen zien. Pootje er naald erin, kan ik die nog omrollen. Ja. Die daar weer in. En dan moet hij weer draaien. Tut. Ja. De hele jurk moet even. Voilà. Hup. Nou ja, er zitten wel wat golfjes in, maar ja, scheve dingen piezen ook. Ja, niet in de zomer, maar in het naaiwerk. Nou ja, omdat het zo glibberig is en ik moet het zelf aan, dus niet een ander. Toch? Juist, zo is dat. Nou, ja, die daar.
kunnen we weer spelden eruit halen. En zo gaan we langzaam door tot ik helemaal rond ben. Ja. Dus, en dan kom ik wel weer bij jullie terug. Dus ik zou zeggen, tot later. En geniet van jullie dag. Ja, en dat is mijn jurk. En in die punten, nou dat rafelde aan alle kanten dat ik nou gezoomd. Ja, hing allemaal rafels aan en dat is niet mooi. Moet wel mooi afgewerkt worden vanzelf, hè. Ja, vind ik van wel. Maar wie ben ik? En dan zit er bovenin een vetertje, maar ik zal even tjoeketjoeketjoeketjoek uitzoomen. Kijk, koordje. Zit er nog een doekje natuurlijk achter. Ja, want het hangt nou aan een knaapje, hangt het niet mooi, hè? Nee, maar in ieder geval, dat komt wel wanneer ik hem aan heb. Ja, toch? Ja. Dus, komt allemaal goed. Hij is mooi, hij is keurig verder. Ziet er netjes uit zo, als ik het zelf mag zeggen. Met beide wat omgezoomd heb. Juist, dat dus. Nou, dan ga ik de naaimachine weer in elkaar zetten. Tot zover. Ik moet nog meer naaien, dus dat blijft weer eventjes wel staan. Ja. Dus, dat dus. We gaan weer dicht doen in ieder geval. Nou gebruikt die stroom en dat vind ik niet nodig. Dus, dan moet ik van de week of zo even een rits halen voor elkaar in de broek. Dan kan die er ook in. Is die ook klaar? Ja, dan heb ik nog een rok voor mezelf met een winkelhaak erin. Die moet ik nog iets korter maken en doen, et cetera. Maar in ieder geval gaan we opruimen. Ik zou zeggen, geniet verder. Waar zijn mijn hondjes? Oh, daar. Daar liggen mijn twee hoopjes. Ja, zo lief. Nou, ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ik ben net binnen en jullie willen niet weten hoe koud het is. Oh, wat erg, wat erg. En er is toch een soortje wind op komen zitten. Daar zeg ik ook u tegen. Hé, hey, kerel. Dat ja, ik heb vanavond een vlog in elkaar te zetten. Ik heb de camera dus tot zover gelegd op vandaag gedaan. Ik ga even eten klaarmaken. En wat ik ga eten, weet ik nog niet, maar ik ga eten klaarmaken. Ja. Dus, we zien het wel, we zullen het beleven. Ik ga niet uitgebreid koken, dat komt wel. Maar in ieder geval, ik moet het naar binnen hebben. Zo is het wel. En een bakje koffie om warm te worden. Ook dat is een goed plan. Ja, want mijn vingers die doen gewoon zeer. Terwijl ik wel handschoenen draag, hè. Maar ja. In ieder geval. Ik wens jullie natuurlijk voor de zoveelste keer, geloof ik, een hele fijne avond toe. En voor degene die ook laat eten, smakelijk eten, degene die het op hebben, mag het wel bekomen. En geniet! Ja, geniet gewoon. En geniet een beetje met ons mee. Doei! Sugar-coated doll is not so pure, my bad. I don't give up. Things on your mind, keep walking. Spit your words on someone else. Don't act like you're so obsessed with me, with me. You know that I ain't coming back, I'm sorry. Read my lips, you do not like that. You're drowning without me. Take it all back, but if you want my sympathy, honey, well come as a bitch, get ready for this. Make a facade.
things on.